wij gaan op vakantie! Woep, woep, woep. Wij zijn op vakantie! We zijn er! Wij zijn op vakantie! Nou, we zijn in een dierenpark. We zijn beland bij een maaistorm. Wij zijn op vakantie! Ja, nou weten we het wel, je bent op vakantie. Goedemorgen allemaal! Welkom bij deze nieuwe vlog. Ik weet eigenlijk niet. Ik moet nog even kijken waar ik alles begin. Maar wij zijn op vakantie! Yay! Afgelopen dagen waren heel intens. Echt heel intens. Heel intensief. Maar we zijn op vakantie. En eigenlijk vanaf dat we de auto zijn ingestapt en zijn weggereden en ik merkte dat de caravan gewoon goed achter de auto lag. Kon ik eindelijk echt ontspannen. Heb ik echt het gevoel dat ik nu al gewoon lekker op vakantie ben. Ondanks dat we echt wel een stuk moeten rijden. Maar we zijn al hartstikke goed op weg. We zijn inmiddels bij Staphorst. Ik heb natuurlijk koffie gehaald. En dan denk je, Danielle, achter je zit toch een Starbucks. Waarom heb je een ander soort koffiebeker? Nou, omdat Starbucks dicht is. ondanks dat het nu kwart over zes zijn we weggereden. Het is nu kwart voor negen. We staan hier al eventjes 20 minuutjes. Maar dus ik was helemaal blij toen Jeroen zegt van nee, nu wil ik echt even stoppen. Hier uitstapte en zag dat hier Starbucks zat. Ik zat aan de andere kant van het tankstation. Dus eerst dacht ik, hij heeft er één gevonden zonder Starbucks. Maar er zat een Starbucks, maar hij is helaas dicht. Wegens omstandigheden pas om 10 uur geopend. Nou ja, dat is natuurlijk wel even balen. Ik had juist bedacht van nou, dan ga ik mezelf trakteren op een nieuwe... Lukt het? Ik heb hier ondertussen sleutel in mijn zak te proppen. Ik denk, ik ga mezelf trakteren op een nieuwe leuke Starbucks beker. Kan ik daar lekker de vakantie uit drinken. Maar ja, het is er toch zo in geworden. Dus dat is wel jammer. Maar goed, nou laten we... Het is wat het is. Alsnog lekker koffie, dus daar ga ik van genieten. Ik heb net even geplast, de kinderen hebben even geplast, nu is Jeroen even plassen. En hier staat Claartje achter de auto. En met de nieuwe manier van beladen gaat het helemaal goed. Oh nee, mama, mijn schoen is uitgegaan, dus ik kan er niet meer bij. En Jeroen is lekker aan het tuffen. Het gaat goed. Dus ja, eigenlijk... Tuffen? Ja, lekker aan het rijden. Dus het gaat eigenlijk gewoon hartstikke goed. We zijn eigenlijk gewoon al best wel een stukje op weg. We gaan naar Duitsland, we gaan naar Wietzendorf, dat ligt tussen Hannover en Hamburg in. En daar is een mega grote camping waar we naartoe gaan op vakantie, dat heet Zuidzeekamp. En we hebben er gewoon heel veel zin in, dus de kinderen zijn hartstikke lief. Heb jij een beetje foto gestolen? We hebben al lekker geslapen in de auto. En we hebben het gewoon, het gaat eigenlijk hartstikke goed, dus we zijn nu even gestopt. Ik wacht even tot Jeroen terug is. Gaan we denk ik even een broodje eten, want we hebben nog niet echt ontbeten. We hebben wel van alles gesnackt in de auto. Baaswafeltjes, kaasstengeltjes, dat soort dingen. Maar nog niet echt ontbeten. We hebben gewoon broodjes alles bij ons. Ik denk dat het dan ook allemaal zo ontzettend duur. Dus dat ga ik doen. Dus ik ga even wachten tot Jeroen terug is. Ik ga even genieten van mijn koffie en dan gaan we denk ik even lekker een broodje eten. We hebben onze picknicktas meegenomen, want we hebben lekker broodjes meegenomen en vleeswaren. Dus gaan we even lekker ontbijten. We zijn ons weer aan het installeren in de auto. Hierachter zitten ze een soort van weer. Er ligt daar nog een dubbel. We hebben heerlijk weer eventjes gegeten. En het is ook echt perfect weer. Het is niet te warm. Het is eigenlijk misschien zelfs een tikje fris. Maar ja, het is juist wel lekker met rijden en... zo zitten, zeg maar. Niet zo felle zon dat het bloed heet is. Dus wij hebben onwijs veel geluk. Ik ga weer verder haken. Hier even een reispakketje gemaakt. En ik ben lekker
aan het haken. Weer een nieuw projectje begonnen. De eerste projectje heb ik al afgemaakt, de eerste windspinnen. Ik ben nu een tweede aan het maken. En ik heb gelukkig nog een ijskoffietje meegenomen. Dus die ga ik straks lekker onderweg drinken. Omdat Starbucks nog steeds dicht is. Maar goed, we gaan gewoon op naar de volgende Starbucks. En zo niet, dan is het jammer. En wij gaan lekker verder rijden. On the road again. We sletten het niet aan de maatsteam in. Hier rechts de doorgang naar ons veld. Ja. Ja, dat moet ik hier ook zetten. Bij daar is de worstenkraam. Het er mooi uitzien hoor. Heb hier zo'n speeltuintje. We zijn er! Caravan staat al op zijn plekje. En dan komt het de relatietesten, relatietesten. Dus of een IKEA-kosten bouwen of je boeltje opzetten op de camping. Begint al goed, ik hoor shit. We hebben een super mooi plekje. Wel lekker zonnig. Dat ga ik natuurlijk als eerste doen. Even mijn krukje uitpakken. Kan ik lekker zitten. Hartstikke mooi. Mama kan zitten. Nou, gaat redelijk wel pas hoor. Kussentje erop. Kijk, mijn krukje. Mama zit. Even de familie op de hoogte brengen dat we aangekomen zijn. Goedemorgen allemaal. Wij zijn inmiddels wakker. Oh. We zijn al een tijdje wakker. Ik heb mijn eerste ochtendtripje naar de wc-gebouw al gehad. Ik heb even gemeten, ongeveer 6.500 stappen. Heen en weer naar het toiletgebouw. Dus ik denk, nou, als ik dat nou 10 keer op een dag doe. Nou ja, ik ga niet 10 keer per dag naar de wc, denk ik. Maar als ik dat gewoon iedere keer trouw doe, dan kom ik hier zeker aan mijn stappen. Ik heb gisteren ook al meer dan 5000 stappen gezet. Ondanks dat we eigenlijk heel de dag in de auto hebben gezet. Dus ik heb geen idee hoe. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat wil ik helemaal niet vertellen.
Wij zitten lekker even aan het ontbijten. We hadden nog wat broodjes over, hadden we al meegenomen. Dus die heb ik even gesmeerd. En mijn man is fantastisch bezig, want... mijn eerste koffie op de camping, die is al gezet. Dus we zijn even een beetje aan het ontbijten en ondertussen druk aan het opruimen nog. Ja, we moeten even boodschappen doen, maar... Ja, als je in het buitenland op vakantie bent, zijn er ook heel veel dingen anders. Waaronder heel slecht internet. De winkels zijn volgens mij... Ach, kijk, ik heb zelfs een cameravrouw vandaag. Nu wil de camera stilhouden. En de winkels zijn hier niet echt op zondag open. Dus ik had er wel al een beetje rekening mee gehouden. Door even wat extra boodschappen mee te nemen. Ik ben daar natuurlijk ook gewoon mijn broodje kunnen eten. Dus... We moeten even kijken of we ergens een grote stad kunnen vinden waar wel aan winkel open is. Maar dit is mijn laatste drinken. En ik heb in ieder geval wel eten ook voor vanavond. Dus we kunnen sowieso vandaag door. Maar goed, even wat verse boodschappen zou wel fijn zijn. Kijk, ik heb wel limonade bij me, dus we hebben sowieso wel drinken. Ik ga even een slokje nemen van de eerste koffie. Ah, heerlijk. Daar ga ik van genieten. Gaan we hier nog een beetje opruimen. Hopelijk vandaag de luifel neerzetten. Want nu zit ik nog in de voortent. Want het is een beetje wisselvallig. Zoals ze dat noemen. Dus net terug van de wc kreeg ik gelijk een half uur dop. Had ik een buikje op mijn kop. Dus ja, als fijn. Dan kunnen we de luifel. En dan kunnen de tafel en de stoelen gewoon lekker onder de luifel staan. Blijven ze droog. Maar daarom zitten we dus nu even in de voortent. Ja. We gaan even ons ontbijtje opeten. En dan... ja, gaan we misschien even een rondje over de camping doen. Vind je ook niet? En misschien even zwemmen. Ja, als het gaat regenen, dan weet ik niet of ik in het meer ga zwemmen. Je zou zeggen, je wordt toch nat. Maar dan gaan we wel eventjes bekijken. Eerst even ontbijten. Ik ben weer heerlijk terug van het zwemmen. Ik zit nu even op te drogen in de zon. Maar ik ga zo wel verhuizen hier onder de luifel. Die heeft Jeroen het opgezet en die is bijna klaar. Hij is nu klaar, denk ik. Dus ga ik daar even lekker in de schaduw zitten. Maar ik zit hier lekker heerlijk in het zonnetje even op te drogen. Gewoon lekker in mijn bikinietje. Ik heb maling. Net fietst een kindje voorbij. Hé, hey, een dikke mevrouw. Maar ja, dat maakt helemaal niet uit, het kind. Observeert gewoon wat hij ziet. Het is helemaal prima. En voor de rest zijn er hier ook gewoon heel veel dikke mensen. Dus het maakt helemaal niks uit. En ik doe het gewoon. Ik heb er gewoon... ja, waarom niet? Je ziet alle soorten mensen. En ik ben een dik mens. Why not? Dus ik doe het gewoon. Nu heb ik mijn armen even opgemeten. Want deze dame gaat volgens mij iets voor mij maken. Die op mijn hand of op mijn pols? Op mijn hand kunnen. Ja, dat is heel goed. Oeh, Jeroen komt met lekker watermeloen van oma aan. Oeh. Ja, nee, jij krijgt niks. Jij hebt de tafel in zit genomen. Wat? Die is lekker armbandjes aan het maken. Lekker. En wij zitten even lekker. Oh, lekker. Vakantie te vieren. Nou, sprongetje in de tijd. Islotte heeft even lekker in het indoor speelding gebeuren gespeeld. Heb ik even een cappuccinootje gedronken. Nu zat ik hier alweer even de laatste hand te leggen aan mijn eerste windspinner. Ik moest nog even de draadjes afwerken. En dat heb ik gedaan. Op 1 na. Daarmee ga ik hem ophangen.
Nou, als even een beetje prutsen. Kijk. Hij draait. Ik heb uiteindelijk met een klittenbandje vastgezet. Nou, even uitproberen. Kijk. Helemaal leuk. Zo gezellig. Ik weet al dat Jeroen het super irritant gaat vinden. Nu loop je er mijn hoofd tegenaan. Maar maakt niet uit. Ik vind het gezellig. Ik ben nu met een tweede bezig. Een ander patroontje. Ga ik even kijken of die het net zo goed doet. Nou, onze eerste van de dag. En we gaan lekker eten. We hebben nog geen boodschappen kunnen doen. Alles is dit nog van dag. Dus gaan we lekker eten. Jeroen heeft natuurlijk een schnitzel. Ik heb een hamburger. Charlotte heeft een burger. Slotten die wil. Aan de eigen tafel. En die heeft lekker pasta. We gaan even lekker eten. Lekker piegels, hè? Zo. Hè? Goedemorgen allemaal. We zijn wakker. We hebben lekker uitgeslapen. Die Slotten was al vroeg wakker. Die is gaan knutselen. Dus met een vriendinnetje. Want ze heeft ondertussen alweer een vriendinnetje gemaakt. Wij gaan eventjes bij haar kijken. En we zijn hier nu bij het winkeltje. Dus daar gaan we zo even kleins kopen voor het ontbijt. We hebben alleen nog oude bolletjes en half in de auto warm geworden vleeswaren. Daar hebben we ook wat zoetigheid mee, maar we gaan even kijken of we iets lekkers hebben. Straks gaan we even echte boodschappen doen. Maar eerst even bij je Slotten kijken waar ze aan het knutselen is. Ik ben al helemaal in vakantiemodus, denk ik. Want ik vergeet helemaal te vertellen waar wij zijn. Wij zijn op vakantie! We zijn op een heel mooi plekje op vakantie, bij een prachtig meer. Het is meer van de camping en we zijn op de camping Zuidzeekamp in Duitsland. En we zijn nu voor de zaterdag aangekomen, zondag, het is vandaag maandag. Dus onze eerste echte week is begonnen. En ja, dit is toch al een heel mooi plaatje zo. Daar is Jeroen. Ik sta hier op een soort van uitkijkpunt. Een stukje over het meer. Dit is bij het centrum, zeg maar het begin van de camping. Ik heb Islotte net al even gespot. Hij is lekker aan het knutselen. En wij zijn even een beetje aan het rondkijken wat je hier allemaal kan doen. Gaan we gewoon elke roken. Nou, een winkeltje voor de souvenirtjes gaat pas om 11 uur open. Want ja, we zijn nu 2 dagen. En hij wil gelijk weer een souvenirtje kopen. We zijn weer terug bij de caravan. We hebben even lekker wat broodjes gehaald. Ik heb deze uitgezocht, die ziet er echt super lekker uit. En dan gaan we even een snel ontbijtje doen. We hebben ook even melk gehaald. En dan gaan we zo even boodschapjes doen. En even hier het dorpje wat hier dichtbij zit, Wietsendorf, gaan we eventjes bekijken. Maar eerst eventjes lekker ontbijten. Ik zal later nog wel even een beetje hier ons plekje en de caravan zo laten zien. Maar goed, dat komt later nog wel. Nou, we zijn even van de camping af. Rechtdoor Immigrade Aus. En we zijn hier al bij een supermarktje. Gaan we even kijken wat ze daar hebben. Maar tegenover het supermarktje is een heel leuk creatief winkeltje. Helaas niet open. Ik ga eventjes naar binnen koekeloeren. Om te kijken wat ze hier allemaal maken. Kijk dan. Een leuk huisje. Ik zie allemaal tasjes, sieraadjes, kaarsen. Heel leuk. Ik denk dat ze hier ook wel een cricket hebben. Als ik het zo zie. En de dingetjes die ik ook nog zie. Zou dat zomaar kunnen? Het ziet er wel heel leuk uit.
hebben een Lidl gevonden. Die is daar achter ons. En hier zit een kik. Wat verkopen ze hier? Allemaal wol, hoef ik het niet meer te wassen. Goedemorgen allemaal. Kijk eens waar ik in zit. In een overheerlijk zonnetje. Maar het is wel een beetje fel. Ja, dan zie ik in het zonnetje en dingen lopen zeuren. Ja, ik zit voor de helft in het zonnetje. Moet ik straks wel even flippen, anders dan ben ik aan één kant bruin. Ping! Ik ga even omturnen. We hebben weer lekker uitgeslapen. Dat doen wij graag op vakantie. Of gewoon nog even lekker in bed liggen. Lekker buiten vakantie, hoor. Morgen, ja, weet je, het is natuurlijk pas dag 3 of zo. Dus we moeten ook gewoon nog even een beetje dag 4 alweer. Zaterdag, zondag, maandag, niks. Ja, het is dat nou toch weer. Dus we moeten ook gewoon nog even een beetje acclimatiseren. En we gaan even lekker uitrusten nog. Maar er gaan ook genoeg leuke activiteiten gebeuren. De eerste activiteit van vandaag is ontbijten. We hebben gisteren boodschappen gedaan en allemaal lekkere dingetjes in huis, zou ik zeggen, maar in de caravan gehaald. Dus we gaan eerst even lekker ontbijten. Heel even snel wat ik dan gekocht heb. Dit is het eerste dat ik gisteren kocht. Een Nautica Skagensalad. Lappelade. Met surimi, garnalen en zeehassenroggen. Ik heb echt geen idee naar surimi en garnalen, maar zeehassenroggen. Zeehaasrog. Onderste. Dat is wel een uitdaging hoor, als je de taal niet spreekt. Roken. Echt geen idee, maar het zag er lekker uit. We hebben natuurlijk ham, want dat is onze favoriet. We hebben boter gehaald, we hebben theeworst gehaald. Dit had ik echt, hier was ik, dit was mijn... Dat je, als je zwanger bent, dat je echt zo'n ding waar je verslaafd aan bent. Dit was tijdens Xarno's zwangerschap, was dat theeworst. Schnitlauch, dat is bieslook denk ik. Dat is een soort van smeerworst met bieslook. Natuurlijk een koffietje, die ga ik straks drinken. En nou, nog wat ham. Bravo. En dat was het eigenlijk wel qua ontbijtstaf. Je denkt dat in de winter kerstverlichting uit elkaar halen is. Lastig is. Je campinglampjes, dat is ook een weerboel. Hoe zit dit? Echt, die mocht er nu missen niks bij. Nee, erg ingewikkeld. No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this concrete. I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go with 7 months. Die ook liefde hebben. Ja, maar dit is dat gezellig. Dit is dat ook overdag. Ja, dat is oh ja. Oh ja, de flikkers op ophangen. We maken er gewoon een kermisattractie van hier. Kijk, de windspinner is gaan, jongens. Hij doet het fantastisch. Echt. Kijk hem eens gaan, kijk hem gaan. Geweldig. Nou, we hebben de warme koffie op. Nu gaan we naar de koude koffie beginnen. Heerlijk. En ik ga weer verder met deze windspinner. Ik ben ook gevraagd, deze schiet wat minder snel op als die eerste. Maar daar was ik, oh kijk, ik vind dit zo leuk. Jongens. Kijk hem gaan. Fantastisch hoe dat ding staat te twirlen hier zo. Dus ik ga dit, deze ook snel afmaken. Terwijl deze eigenlijk voor iemand aan het maken ben. Voor eigenlijk voor twee iemanden. En een speciaal verzoek in het ding. Dus die maar ja, gaan we in de tussentijd wel gewoon in de pan uit. Dus aan het einde van de vakantie geven. Dus dat, maar goed, ik vind het wel leuk als ik deze ook alvast op kan maken. Deze heb ik ook op een net even andere manier gemaakt. Dus kan ik ook even kijken welk patroontje het beste draait. Dus ze maakt wel geen flauw saus, dat kan ook. Dus ik ga even lekker haken.
Gaat niet. Wacht. Oh, nou doe maar. Help, help. Ik moet gered worden. Is er een superheld in de buurt die mij kan redden? Hoor ik tegen hier dat iemand hulp nodig heeft? Help, help. Ik heb last van warmteziekte. Kunt u mij helpen? Ja hoor. Dank u, veel cooler. Mooi schatje. Ik hoor dat iemand weer in nood is. Ik moet gaan. Sprongetje in de tijd. Sprong, ja. Ja, gekke flessen, hè. De Duitse kolen, ik zou nou zeggen, van zijn toch wel gekke flessen. Maar de kolenflessen die zijn een stuk dunner hier in Duitsland. Maar als je inderdaad, Jeroen zegt, het is bijna een tijdreis geworden. Inderdaad een tijdje geleden dat ik wat gevlogd heb. Want we zijn namelijk gaan zwemmen in het zwembad hier. En dan mag je zeg maar 3 uur zwemmen. Dus daar hebben we gretig gebruik van gemaakt. Het was heerlijk. Ja, en dan kan je natuurlijk niet vloggen. Misschien had ik wel wat kunnen filmen, want het was redelijk rustig. Maar ja, dat wist ik van tevoren niet. Maar ik had het wel gehoopt, want het is best wel een warme dag vandaag. En ja, je hebt natuurlijk ook een heel groot meer met het strand. Ik denk, ja, de meeste mensen die zullen natuurlijk van het mooie weer lekker daar in de zon gaan zitten. En niet zo snel het zwembad ingaan. Nou, dat was inderdaad wel gewoon zo goed uitgekiend. Maar ik dacht voor de eerste keer maar eventjes kijken hoe en wat. En voordat ik eventueel een vlogcamera meeneem. Maar goed, ik weet niet of dat gaat lukken hoor. Want er is ook overal wel toezicht en zo. Dus soms kun je het nog een beetje stiekem doen. Maar in Duitsland zijn ze natuurlijk ook best wel streng op privacy. Met, ook in het openbaar filmen is best wel, ja, wordt het niet echt gewaardeerd, zeg maar. Duitsland is daar best wel streng in. Maar goed, ik doe wat ik kan. En nu zijn we weer lekker terug. Ik heb ondertussen lekker gedoucht. En je hulp nodig voor een paar dingen. Jeroen die zit hier lekker te koken met onze nieuwe kookplaat. We hadden altijd een schotel, nou, die hebben we nog, maar die is best wel heel groot en zwaar. Dat is eigenlijk zo'n grote wokpan als het ware. Maar we hebben nu ook een 2-pits gasstel gekocht. En die is Jeroen nu aan het uitproberen. Gisteren heeft hij al worstjes opgebakken. En nu is hij macaroni aan het maken. En ja, hij is al lekker bezig. Dus ik was even naar de wc, ik kom terug en hij is al aan het koken. Je gaat filmen, toch, hè? Jazeker. Nee. Oh. Zagen jullie daar wat? Volgens mij zag ik iemand snoepen. Even proeven. Ja. Je cola staat hier. En mijn glas? Ja, je glas staat hier. Kijk, hier is jouw glas. Zit er iemand aan mijn glas te drinken? Nou, jouw glas was leeg en die heb ik hervuld. Dus nu is mijn glas. Zeg ik daar nou? Dus we zitten eventjes. Het is vandaag echt een bloedhete dag. Ik heb even lekker gedoucht na het zwemmen. Dus dat was heerlijk. En zo gaan we lekker eten. Lukt het? Hè? Lukt het? Oh, ze zijn afgevallen. Ja. Is mijn stoel gefixt? Ja. En wij eten vanavond, wij noemen dat prutje. En dat is macaroni met een met ui, augurk, blikworst uit het blik. Wat van die boterhammenworst uit zo'n rond blik. En een beetje waar kaas doorheen. Er brokjes in. En wij doen een beetje ketchup of kiekelman erdoorheen. Dus dat gaan wij lekker eten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb een lekker kopje koffie. Ik ga even de muggenolie erbij pakken, want we worden aardig vol. Ik vind het echt heel erg meevallen hier met muggen. Ik heb er een paar op mijn vinger. Dat is een hele enthousiaste mug. Die er zin in had. Ken je dat soms dat je denkt jeuk hebt en dan denk je, oh waar zit het? Dus ik smeer gewoon maar mijn hele vinger in. Hopelijk gaat het een beetje helpen. Oh, en op mijn knie. Dat is ook een enthousiaste mug. Geloof ik 3 beelden naast elkaar gemaakt. Dus die gaan we ook even goed insmeren. Oh, vroeger, soms heb ik het nog wel eens, maar vroeger was ik super allergisch voor muggenbulten. Kreeg ik echt zulke plakaten. Een speciale salve van de dokter. Vreselijk. Maar goed. Ik ga lekker genieten van mijn kopje koffie. En we gaan straks lekker even ontbijten. Ik moet even mijn zonnebril zoeken, want die ben ik even kwijt. Dat is wel altijd een dingetje. Met kamperen dat je altijd even een paar dagen
je vaste plekje, ga je hieronder kijken, je vaste plekjes moet vinden van waar laat ik alles. En dan ga je onderweg, dan neem ik je mee en dan ligt het weer in de auto. En, nou ja, goed. Ik moet sowieso wel even mijn... Oh, kijk. Ik dacht dat hier mijn andere normale bril in zat. Dat wou ik net zeggen. Maar... Kijk even naar jezelf. Ah, dat is fijn. Ik ga even een beetje zien. We hebben 's ochtends de zon hier aan de voorkant. Of nu daar. Dus hij trekt wel langs hem weg. Dus dat is wel echt ideaal. Dus 's middags op het heetst van de dag. Moet even de bekers afpakken. Alleen de ochtend niet. Hebben wij dus de zon lekker aan de achterkant. Je ziet hier ook mensen allemaal met kiezen aan de andere kant staan. Die dus doeken spannen voor de tent. Omdat het kan. Ja, dan de warme zon. Het warmste van de dag ook bij naar binnen schijnt. Dus dat zit wel precies aan de goede kant. Dus het is heerlijk. Want ik hou wel van mooi weer, maar het hoeft voor mij niet de hele dag nog alles aan te zitten. Maar goed, we gaan even lekker ontbijten. We doen het lekker eitjes aan het koken. Ik weet niet meer of ik het gisteren nog heb. Gisteren nog gevlogd eigenlijk. We hebben gisteren gezwommen in het zwembad. Dat was wel ja, een heel mooi zwembad. Een beetje zo'n subtropisch zwembad. En ja, wel... niet mega groot, dus hebben zo'n wildwaterbaan. Nou, daar ben ik maar niet afgegaan, want misschien de laatste week dat ik het een keer ga proberen. Maar jullie en de kinderen zeiden al van hij gaat niet heel hard, dus je moet steeds over hobbels heen. Jezelf heen duwen, zeg maar. Dus ja, dan ga ik weer gekke bewegingen maken en dan schiet het weer in mijn rug. Dan denk ik het allemaal weer niet waard. En ze hebben een glijbaan, maar gewoon zo'n in een hele snelle. En dan hebben ze een, ja, gewoon zo'n golfslagbad, dus die is vrij recht. Redelijk bad. Maar we zijn wel gisteren echt op het goede moment van de goede moment gegaan. Het was een hele warme dag. We gaan niet in die brandende zon zitten. We houden ook niet van strand en dat vinden. Maar iedereen gaat natuurlijk dan nog mooi weer eens bij het meertje zitten. En aan het strand. En toen zijn wij lekker het zwembad ingegaan. Dus het was redelijk rustig in het zwembad. Dat is eigenlijk heel goed te doen. En het is dan ook een golfslagbad. Dus dan moet je wel, ja... Elk half uur gaat even de golf aan. Dus, nou ja, goed. Voor de rest heerlijk gezommen gisteren. Je kan een 3 uurtjes zwemmen, moet je voor betalen. Maar dat, ja, 3 uur was ook eigenlijk echt wel genoeg. Ja, je blijft er eigenlijk nog, omdat je denkt van nou, half uurtje blijven we ook nog maar. Maar ja, dat is meer dan genoeg. Ik ga koffie drinken en even lekker ontbijten. Deze mama heeft even lekker een dutje gedaan. Ik heb vannacht niet zo heel lang... Wat je hoort zijn de opnames van het dutje. Heel goed geslapen. Nee, wat je hoort zijn denk ik de militaire helikopters. Maar het eerst dat we die horen, dan wil ik wel zien ook. Kijk. Ja. En ja, helikopters. De zwarte. Oeh. Actie. Een Apache volgens mij. Wat nou? Apache. Nee. Ik wil hem net zien. Er zitten hier best wel wat militaire oefenterreinen, maar het is eigenlijk voor het eerst dat we ervan horen. Dat is een andere worst met de kruis. Wat ook natuurlijk echt Duits is, zijn lekkere worstjes. Dus wij hebben hier een broodje worst met een lekkere Duitse worst erop. Dit is wel Moskou, dit is ik hou natuurlijk wel van een lekkere worst. That's what she said! Die is anders. Ik kan zelfs jij. Wat is hier voor mij? Hoe maken als ze ooit zijn te horen? Wat dubbel zie je trouwens? Je deed het verkeerde dansje. De eerste regenbui is een feit. We hebben vandaag een hele chille dag. Nou ja, eerste echte regenbui hebben we pas spetters gehad. Maar het is eigenlijk wel lekker. We zitten er eigenlijk al de hele middag op te wachten omdat het best wel warm en klammig is. Maar even kijken of de tent goed staat.
Want we wel even een eerste regenbuitje alweer even kijken of alles goed staat. Jeroen voelt de spetterstel die onder de... Nou ja, het is een beetje van de windbak. En waaien. Oké, dat doet het. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Nou, we zijn in een dierenpark. We hebben ongeveer een uurtje gereden, 3 kwartier. En we zijn nu in een heel mooi dierenpark. Maar een heuvelachtig dierenpark. Oh, hey, daar komt mijn man aangelopen. Nee, je hoeft geen hertje meer op te eten. Dus we gaan eens even kijken of we de weg kunnen vinden. Het eten is klaar. Ik realiseerde me ineens iets. Dat ik voel me zo op mijn gemak hier. En ik dacht gewoon,